betere SEO-teksten schrijven, betere webteksten schrijven, betere blogberichten, wat je dan ook op papier zet. In deze woensdag gemakdag aflevering ontdek je het TTT SEO framework. Ik durf te garanderen, wanneer je met dit framework gaat werken, je eigenlijk altijd een perfecte structuur in je teksten houdt. En doordat je met een bepaalde structuur werkt, ga je de kracht van storytelling gebruiken. Kijk je een bepaalde soort film en ik zou je de inleiding en het einde verklappen en dan hoef je het middenstuk niet eens meer te bekijken. Nou, dat is ook eigenlijk de kracht van dit framework. Je werkt met een bepaalde structuur, waardoor je eigenlijk continu weer die nieuwsgierigheid van je lezers opwekt. En dus veel langer op jouw pagina laat staan. Je bezoekerstijd kan zodanig stijgen. We hebben dit in meerdere praktijksituaties getest waarbij we begonnen met 2 minuten leestijd. En waar we uiteindelijk naar de 5 tot 6 tot soms wel 7 minuten gingen. Dus wees ook niet bang dat als je lange teksten gebruikt, als je lang van stof bent, zorg dat je met het TTT SEO framework gaat werken. En ik durf te garanderen dat je bezoekers je hele tekst gaan lezen. Hoe werkt het TTT SEO framework? Je begint allereerst met de inleiding, het middenstuk, dus de middle en de end. Als je kijkt naar de intro, dan ga je dus eigenlijk kijken, zorgen dat je de perfecte intro, dus de perfecte inleiding krijgt. Daarbij denk je dus na van hoe kan ik een soort van preview geven. Wat ga ik in dit artikel, of op deze sales page, of wat dan ook, wat ga ik leren? Geef mij een bepaald soort preview. In dit artikel ontdek je puntje, puntje, puntje. Zorg dat je mij een soort bewijs geeft. In dit artikel ontdek je 38 SEO tips, waarvan ik met 4 tips in 2 weken tijd en 3 dagen van 1800 bezoekers naar 18.763 bezoekers ging. Zorg dat je het specifiek maakt en maak een soort van bewijs van oké, ik zeg het niet alleen, ik heb het ook in de praktijk getoetst en ik ga je dit bewijzen. Je kunt ook zeggen, met deze software onthul ik je, doe je nu X, doe dan puntje, puntje, puntje en ik toon je aan dat het puntje, puntje, puntje kan. Of kijk of dat je bepaalde stukjes informatie weg kan laten. Stel dat jij standaard weet, met afvallen moet je sporten of minder eten. Stel dat jij een methode hebt ontdekt en dat zie je bij elke telcel reclame wel terugkomen. Val nu gemiddeld 15 kilo af in 3 maanden zonder te sporten. Val nu 15 kilo in 3 maanden af zonder echt te diëten. Score nu hoger in Google zonder technische kennis en zonder backlinks. Kijk, wat is eigenlijk het gebaande pad van jouw lezers en haal dat eens weg. Pas eens je eigen techniek toe. Vervolgens ga je in het midden, dus de middel. Dus je hebt iemand helemaal vastgepakt van dit ga ik je leren. Probeer in de inleiding dus het bewijs en die preview te geven, eventueel met een bepaalde bullet pointjes. In dit artikel lees direct verder en ontdek puntje, 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 puntje. Zorg ook dat je die call to action hebt, lees direct verder. Vervolgens gaan mensen lezen. Dan komen ze ergens in het midden. Als jij een film kijkt en dit vanuit dat framework gaat kijken, dan is er altijd een bepaald plot, een twist in. De hoofdrolspeler gaat dood, de hoofdrolspeler verliest zijn vrouw, die verliest zijn been, wat dan ook. Er gebeurt van eens een situatie waarbij je toch weer eventjes denkt, shit, hoe gaat dit aflopen? Zorg dat je dat in je tekst gebruikt. Dus zorg dat je bepaalde nieuwsgierigheid opwekt van wat heb je nu? Jij denkt nu dat je de meeste tools ontdekt hebt. Later in het artikel onthul ik je nog een extra manier hoe je puntje, 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 puntje. Denk zelf vanavond, als ik dit artikel heb gelezen, waar ben ik op een gegeven moment dan op een bepaald punt dat het een beetje saai begint te worden? Zorg dat je dan weer opnieuw die interesse oproept. Dus het beste van dit alles, later onthul ik je dit, lees verder en ontdek dat zus en zus en zo. Zorg dat je eigenlijk weer een bruggetje slaat naar het eind. Het einde eindig je altijd met een call to action. Waarom schrijf je dit artikel? Denk van tevoren na, voordat je überhaupt het hele artikel gaat schrijven. Wat is mijn inleiding? Wat is het middenstuk? Dus hoe ga ik het hele artikel doorkrijgen? En wat is het einde? Wat wil je uiteindelijk dat mijn bezoekers, of jouw bezoekers in dit geval, gaan doen? Moeten zij zich inschrijven op je nieuwsbrief? Schrijf het van tevoren op en je zult zien dat je teksten al veel gerichter zijn naar dat doel. Wil je dat mensen doorklikken naar je verkooppagina, direct het product kopen, delen op social media, reageren? Wat jouw doel ook is, zorg dat je dat van tevoren bedenkt en zorg ook dat je dus nadenkt,
hoe sluit ik mijn artikel af? Ik durf te garanderen, als je dit framework gaat gebruiken en dus ook in je achterhoofd houdt bij het bekijken en doorlezen van je eigen pagina's, dus schrijf ze op, heb ik hier een sterke inleiding? Zie ik hier een goed middenstuk? En heb ik dit artikel echt goed afgesloten? Niet zomaar een punt zetten en dat je hop, klaar, ik heb mijn tekst klaar. Nee, denk eens na, hoe krijg ik mensen weer van bezoekers van pagina A naar pagina B? Gebruik dat tijdens het schrijven van je teksten en ook het controleren van je teksten. En ik durf je te garanderen dat je andere resultaten gaat halen. Mocht je dit soort tips, feitjes, technieken interessant vinden, zorg dan dat je abonneert en dat je geen enkele woensdaggemaakte aflevering meer mist. Heb je vragen, reacties, suggesties voor een volgende aflevering? Laat het van je horen en dan zie ik je bij de volgende woensdaggemaakte aflevering.